Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, tifosi. Radio check. Loud and clear. Ja mensen, welkom bij de Boordradio met de vooruitblikkende podcast op Hongarije. Ik zit hier zonder Bas Scharwachter, daarom doe ik de presentatie vandaag weer. De, de invalpresentator, nee, niet de goede presentator natuurlijk, want dat is Bas zelf. Maar die is even aan het bijkomen van ja, tropenweken bij het, het EK voetbal in Duitsland. Helaas zijn halve finale eruit, daar gaan we het verder niet over hebben. Maar ik zit hier wel met Patrick Moeken. Goedemorgen. Goedemorgen, die heeft zijn koffer al ingepakt want die vliegt morgen naar Hongarije. En vanuit Hongkong, hoop in toen. Goedemorgen. Hallo, goedemiddag is het hier. Goedemiddag voor jou, ja. Dat het uh, dat die tijdzones is en daar moeten we een keer mee stoppen. Uh, <laughs> ja, laten we, laten we meteen beginnen met de deur in huis. Uh, zit er een zwembroek in jouw uh, koffer, Patrick? Nee, maar dat had wel gekund. Misschien moet ik dat nog even doen. Uh. Ja, je, Geen overbodige luxe. Je kent die beelden van Hongarije, toch? Wat, het, zit, het, het waterpark. Het is een enorm waterpark. Ja, als je, dat, het waterpark, ja. Dat, uh, als, als, ik weet nog dat als ik als jochie naar de Grand Prix uh, keek, maakte dat, dat heel veel indruk. Het waterpark glijf... naast het circuit. Zeker een saaie race die Schumacher domineerde, dan kijk je wel eens, hm, die glijbanen zijn eigenlijk ook wel leuk. Ja, hè? Ja. Ja, ook al het rijden bij die, bij, zelfs als er gereden wordt, stonden rijden bij die glijbanen. Ja. Dus uh, ja, nee, het, uh, misschien moet ik er even heen dit, uh, dit weekend. Ja, want het weer. Laten we daar meteen eens mee beginnen. And how's the track? Wet? You enter the wet. I think we should go to the garage. Can you stay out on this condition? Yes. Race has been suspended. Zeg het maar. Bloedheet. Ja, bloedheet. Uh, we gaan zo meteen van Hope hoop in horen wat dat allemaal betekent voor de bandjes. Maar hoe, hoe, hoe heet gaat het worden? Vandaag zelfs uh, code geel. Het is vandaag, we nemen op dinsdag op. dus ja, dat is... vandaag is niet zo relevant. Uh, nee, ja. oké. Okay, maar gewoon om aan te geven welke staat Boedapest op dit moment uh, <laughs> verkeert. Uh, code geel vanwege extreme hitte, zware onweersbuien en hevige regenval. Hmm. Dus, uh, maar daar gaan we dit weekend uh, met de Grand Prix geen last van krijgen. Jammer genoeg. Het is toch altijd leuk als je ja, een ja. beetje kan uh, spoken. Uh, het wordt bloed. Uh, wordt bloedheet. Het is vandaag 38 graden, 37 tot 38 graden wordt wel iets koeler, maar nog steeds uh, alle dagen gewoon uh, 34 tot 35 graden, vrijdag tot en met zondag. En uh, ja, helaas geen, uh, geen kans op regen. Goed. Wel of smok. Smok. Ja. Dus uh, het wordt een het wordt een flinke bak over. Het wordt een hele het wordt geen uh, wat dat betreft niet echt een prettig weekend, want is wel het pitgebouw uh, opgeknapt. Maar de, in eerdere jaren weet ik ook dat de airco daar niet zo goed werkte, dus uh, het is beter uh, geblazen, beter geblazen, ja. ja, ja. Maar uh, ja, wel een, uh, wel een, al ja. Ja, heel veel echte hete krampies gehad dit jaar. Dat valt eigenlijk wel mee volgens mij. Valt wel mee. Maar laten we eens even kijken naar de Hungaroring zelf. Hopelijk uh, hoe vaak heb jij de Hungaroring bereden? Oeh, ik heb, ik heb een paar keer gereden. Uh, meest recentelijk was dat um, in uh, GP2, de voorloper van Formule 2. Uh, heb ik niet zulke hele goede herinneringen aan. Want uh, dat seizoen uh, had ik een ongeval oh. <coughs> op de Hungaroring Met uh, Weil okay. en Bianchi. Uh, um, en die hebben we raakt elkaar eigenlijk. Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, Head-on. Twee neus tegen elkaar aan van de auto. Hij spinde toen hij uh, terug op de baan kwam. Uh, in bocht één na de start uh, ging hij ernaast. En kwam hij terug op de baan op de spinnen. Die kwam precies in mijn pad terecht. En uh, ja, net alsof. Maar, ja, als, 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 als ik het omschrijf, twee hamers die elkaar raken eigenlijk. Dat was eigenlijk het gevoel uh, wat ik een beetje had. Want hij verloor zijn neus uh, toen die spinde. Uh, die werd eraf getikt door Danny Klos, volgens mij uh, op dat moment. En uh, ja, dus de crashstructuur was eigenlijk weg. Uh, dus dat was echt een enorme impact gevoelsmatig. Ondanks dat de snelheid relatief laag was. Maar we braken uh, uh, ja, allebei uh, uh, een ruggenwervel in die crash. Dus ja. Ja, ik, de, dat was voor mij uh, min of meer einde seizoen. En ook min, min of meer einde van mijn Formule 1 aspiraties destijds. Okay. Ik heb er nog wel uh, uh, ooit, uh, dat is eerder dat is, is het seizoen, ook een Formule 1 uh, demo gegeven. Tijdens het World Series by Renault weekend. Um, dat was destijds altijd een, uh, ja, een groot weekend waar dan allerlei Renault-klassers raceden. En dan was er ook een Formule 1 demonstratie altijd bij. En uh, ja, die mocht ik toen verzorgen in, uh, op de Hungaroring. Dus uh, ja, op zich uh, leuke en minder leuke herinneringen aan dat circuit. Ik vind het persoonlijk wel een leuke baan om te rijden. Uh, ondanks dat veel rijden ze toch wel, ja, eigenlijk... Toch het een beetje bekend staat als een soort van Mickey Mouse-keer. Uh, maar dat is meer <coughs> omdat het race, de race zelf vaak niet zo spannend is, omdat het inhalen lastig is. Maar qua rijden zelf is het, het is relatief langzaam. Um, maar het is daardoor ook wel weer uitdagend voor een coureur. En het blijft constant draaien. Dus ja, een beetje een bruggetje maken met het weer wat we net hadden. Uh, het, is wel, het wordt echt pittig. Want ja. je hebt eigenlijk totaal geen moment dat je kunt rusten op de baan. Dat rechtstuk is ook heel kort. Dus uh, ja, dat uh, fysiek, uh, voor zowel de auto wordt het lastig, maar ook voor de coureurs. Het is dan uh, de, de linker vooral die het lastig hebt. En tractie, dus ook de achterbanden. Ja, ja nou nee, ja, eigenlijk is, is, is allemaal, het uh, allemaal. Ja links voor zeker, omdat uh, er zijn niet super veel snelle bochten, maar het, ik zei het blijft constant draaien, dus de band heeft heel erg weinig tijd om zich te herstellen. Ja. Uh, het rechte stuk zelf is kort. Uh, de remzone is interessant op, zo, op, op sommige plekken ook wel. Uh, blinde bochten, uh, bocht 4 bijvoorbeeld, hè, is, is, ga je bijvoorbeeld op en op het moment dat je instuurt kun je eigenlijk de exit niet zien. Dus daar is altijd dat is een van de redenen waarom track limits bijvoorbeeld ook altijd een issue is daar. Um, ja, en de bochten zelf, die zijn langzamer, maar draaien wel vaak lang door. Dus wat je zegt, het geeft ook wel een bepaalde manier van stress op een band. Ja, dan heb je het vooral voor die uh, lange doordraaien daarachterop, naar die knik naar ja. links. Even bocht vijf bijvoorbeeld. vijf, ja. ja. En, en natuurlijk, de laatste bocht is natuurlijk ook uh, slopend voor de, ja. voor de banden. Ja, um, maar, Moek, uh, ja. hoe, uh, hoe bleef je altijd zo'n warm. Doe jij een korte broek aan op een circuit? Uh, bijna nooit. Tenzij nee. het echt heel warm is. Nee. Toch een beetje, je voelt toch een beetje alsof je op de camping loopt, als je een ja. korte broek uh, loopt. Maar als het echt zo heet is, dan, uh, ja, dan doe ik het wel. Ja. Maar wat, wat ik nog wel leuk vind, wat, wat, wat mij opviel toen ik daar twee jaar geleden voor het, uh, voor het eerst was, toen Garo ring, is dat het ook best wel veel hoogteverschil heeft. Ja. En dat is iets wat je, op de, ja, wat je eigenlijk op tv helemaal niet zo meekrijgt. Maar het gaat echt op en af. Ook dat, uh, dat, dat eerste stuk helemaal. Ja dat, 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 ja, dat was echt zo'n typisch zoiets wat je dan op tv mm. niet ziet, maar dan als je er bent, dan opeens wel. Nou, daarom zei ik over de korte broek, dat zei ik niet zomaar. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel Nederlandse fans. Uh, de Hungaroring is een populaire bestemming, volgens mij. En dat is ook een beetje om die reden. Het ligt een beetje in een dalletje, het gaat ja. op en neer. Uh, je kan volgens mij vanaf de hoofdtribune... kan je best een groot deel van het circuit zien. Het is geen Oostenrijk. Nee, maar, maar... Het, is, het is wel, je kan gewoon een hotel in het centrum van Budapest pakken en dan ben je binnen 30 minuten op het circuit. Het ligt uh, ideaal wat dat betreft. Budapest. Te gekke ja. Ja, het, uh, het stad. Ja, qua prijs valt het allemaal mee een, een kaartje, relatief dan. Dus uh, ja, logisch dat, uh, dat die intrek is bij de Nederlandse ja. fans. Ja, want het, wat, volgens mij, wat, uh, gisteren een vergadering daar opende jij ook het verhaal van waarom Hongarije eigenlijk op de, op de kalender staat. Ja. Maar als, als, want jij hebt hem drie keer gedaan, nu twee, drie keer. Dit wordt de derde keer. Ja, ja. de derde keer. Als fanbeleving is het wel een hele mooie race, toch? Zeker, ja. ja. Ook ja. altijd volgepakt, goede, goede sfeer. Uh, wat ik zeg, heel erg makkelijk te combineren met een citytrip met uh, Budapest. Het enige is, het is uh, er gaan niet zoveel vluchten naar Budapest. Hmm. En het is ook weer net te ver rijden. En het he? is ook weer net te ver rijden, dus dat is misschien wel weer wat duurder. Maar ja, gewoon uh, als, je als je alternatieve. Ziet het wel, uh, Nederlandse auto's af en toe, hè? Zeker, ja. ja dan dat moet je het in twee, in twee dagen kan je het wel prima doen. Ja, dus stop je. Een, ja. Uh, ja. Maar vind jij uh, de Hungaroring uh, Formule 1 uh, waardig, geeft goed als uh, totaal uh, circuitpakket, op in? Ja, nou goed. Die discussies heb ik natuurlijk ook over andere Swiss ook gehad. Uh, ik denk een nadeel is dat de huidige auto's gewoon te groot zijn geworden. En dat uh, als je dan zo'n ski hebt als Hongarije dat het gewoon behoorlijk klein is en smal op veel plekken. Ja, weegt natuurlijk uh, extra zwaar. <laughs> wat dat betreft. Maar um, ja ik vind dat het er wel op hoort. Want zeker in die kant van Europa, is dit eigenlijk een van de weinige, misschien wel het enige ski wat Formule 1 waardig is. Tot op zekere hoogte. Je zou het misschien kunnen zeggen Brno, maar. In, in Tsjechië, maar ik denk, ik denk dat Hongaoring zeker ook gezien de historie. En vergeet ook niet uh, wat, wat uh, Patrick ook zegt net. Uh, de stad zelf, uh, het, het gaat om het hele plaatje natuurlijk. Hè? Uh, wat, wat een uh, Formule 1 race aantrekkelijk maakt, denk ik. En uh, voor coureurs zelf, ik haalde het net natuurlijk ook al aan. Um, ja, toch ook wel best wel een uitdagende baan door die hoogteverschillen. We hebben het vaker gezegd, hoogteverschillen maken een baan vaak uitdagend. Uh, dat is bijvoorbeeld ook een van de redenen dat je heel vaak een uh, uh, coureur zichzelf ziet verremmen bij bocht 1. Want het gaat er echt behoorlijk bult af. En we kennen natuurlijk allemaal nog wel uh, Bottas die uh, daar iedereen uh, eruit kegelde in de eerste ronde. Ja, uh, maar ja, dat is, het is heel makkelijk om. Het, is, het, is, het zit wat hobbels, het is bult af. Uh, ik zei bult op, uh, verschillende typen asfalt in het verleden, dat is nu wat minder. Maar ook uh, asfalt naast de baan op veel plekken. Uh, track limits is altijd een issue, helaas wel weer hier. Um, maar nee, ja, nee. Ik, ja ik vind dat, we, dat het persoonlijk wel op hoort dat deze race. Maar het is ook best wel grappig, hè? Want uh, ja, we hadden het er dan gisteren over: dat er vallen allerlei Grand Prix in landen vallen af. Hè? Duitsland heeft al jaren geen uh, Grand Prix meer. Hoort er ook wel op hoor, vind ik. Duitsland. Eens, eens, eens. Uh, maar ja, veel andere Europese landen die het ook moeilijk hebben. Maar de Hungaroring, uh, vorig jaar hebben we gewoon weer met negen uh, jaar verlengd tot en met 2032. Ja. Uh, ja, de Formule 1 komt daar ook graag. Ja, de Formule 1 komt er ook graag. En volgens mij ook net wat Hapin al zei... Van, het is de enige circuit in die kant van Europa. Dus het is ook de enige race in Oost-Europa. Uh, en op zich is dat natuurlijk ook wel... een heel groot aanzienlijk deel van Europa... wat toch de thuismarkt is van de Formule 1. Uh, hoe je ik zit net nou nog te keer. denken trouwens... Hè? Uh, uh, heel, ik wijk weer een beetje af hoor... maar anekdote. Dat <laughs> korte broek in de Formule 1... of überhaupt korte broek in de paddock in de autosport... was eigenlijk altijd heel erg not done. Ja. En er is één iemand die toen die lans gebroken heeft ik weet niet of jij weet wie dat is? Louis Dekker van de NOS. Uh, die, oh, loopt nee, een, ja, nou, die loopt als een korte broek. die is ook bekend, maar iets bekender nog. Uh, nee, je hebt nee, wel. met Kimi Raikkonen die, die oh, scheen ja, ja. op een gegeven moment in één keer met korte broek in de paddock. en toen was de denk ik van oh, natuurlijk als je in de juniorklassen rijdt, kijk je ook altijd naar ifmulen. oké, okay, dus nu kan het in één keer wel. dus vanaf dat moment uh, coureurs met korte broek in de paddock. Oh, ja, coureurs zie je best wel vaak met korte broek. ik doe het zelf eigenlijk niet. Want ja, ik vind het gewoon niet zo netjes staan. Maar uh, alleen in Singapore wil ik het nog wel eens doen. Maar 40 graden in, in, uh, in Hongarije, dan zou ik echt wel gewoon een korte broek aan doen. Dat zou ik ook doen. Ja, ja joh, anders is het ook geen porem als je het niet weten. Het is gelul dus dat weet je net als ik. Je zit in een mediacentrum en vooral in de... Hoe zullen we dat zeggen? De Singapore-achtige landen. Daar ja, ja. staat dan de, 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 de airco in het mediacentrum. op Noord, standje Noordpool. Daar is het koud. En dan buiten. Dan loop je echt elke keer tegen een muur op. Ja. En, uh, maar dat is in Hongarije dus waarschijnlijk uh, niet. Maar ja, uh... ze airco wel de wat hebben ze we... ook al airco's buiten staan hè? in Singapore. Oh ja, ook nou, ja, ja, in, ja, ja, in de padden. Pad <laughs> ja. <laughs> ja, maar dat mediacentrum was al verschrikkelijk. in, uh, in, in Op de ring. Ja. Echt uh, slechte airco. Uh, ramen die, die zo beslagen zijn dat je er niks door kan zien. Lagen. Dus, uh, nou ja, gewoon uh, van, van, die, van die vieze regen, weet je, als Sahara-regen erop. Uh, ja, ja. Maar, uh, ja, nee, ik hoop dat ze het, uh, volgens, als, als, goed, als ik, het, hoe ik het begrepen heb, is het aardig opgeknapt daar. Oké, okay, nou, we gaan het zien. Ja. Monza is ook helemaal opgeknapt, dus uh, toch wel. Uh, dan zie je toch dat die Europese races een beetje stappen moeten maken om ook op de kalender te ja, blijven. dat is alleen maar goed. Ja, ja voor ons wel, wij als uh, luxe <laughs> paardjes. Uh, laten we gelijk even naar uh, uh, Sergio Perez gaan. Die zit dit weekend nog wel in de Red Bull, maar de vraag is, hoe lang? Want er zijn er wel wat geruchten, uh, nou ja, worden, hij is natuurlijk, uh, onlangs heeft hij verlengd voor twee jaar, wat eigenlijk een jaar plus een jaar is. Maar tegelijkertijd hoor je wel geluiden uh, dat, dat uh, Horner ook gewoon al aan het kijken is naar een vervanger. Alleen de vraag is natuurlijk een beetje wie. Dus hoop in voor jou de, 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 de botte vraag: wie zou jij nu in de auto zetten in plaats van Perez als je hem zou vervangen? Of, is Horner naar een vervanger aan het kijken of is Dr. Marco? Nou, dat, dat is dus, een uh, beetje dit, de vraag. Dit, dit, dit is ja, de million dollar dit, question. Dit, <laughs> dit, ja, maar, dit, ja, maar dit, <laughs> dit is natuurlijk wat deze hele discussie ook interessant maakt. Ja. Wie ja, precies. maakt nou de call? Ja, wie heeft de, de taaltjes, taaltjes in de nou, handen? Is dat Helmut Marco? Is dat Horner? Is dat. Uh, Als het aan ja, Marco ligt, dan komt Liam Lawson erin, denk ik. Dit is ja. denk ik ook niet voor niets dat hij uh, na Silverstone natuurlijk getest heeft met de Red Bull. Ja. En uh, ik weet niet of we nog een jaar geleden kunnen herinneren. Ricciardo. Toen uh, zat ook in één keer iemand in de Red Bull. En een week later was dat helaas het einde van uh, Nick de stuk Destijds bij Alfa Tauri. Ja. Maar dus... jij, zei jij zelf ook Liam Lawson erin zitten? Mm, ik denk het wel. Het is natuurlijk wel iemand die gooit hem wel echt in een diepe. Ja. Um, maar ik, ik denk als je kijkt naar het hele plaatje. Uh, Tsunoda doet het eigenlijk heel goed. Dus puur op basis van prestaties en pace zou je kunnen zeggen. Die moet eigenlijk inkomen. Alleen... Het lastige daar natuurlijk is, en het Formule 1 blijft natuurlijk altijd wel een politiek spelletje ook, is dat hij natuurlijk heel erg sterk gelieerd is aan, aan Honda. Nou, uh, de Red Bull Powertrain motor is daar wel op gebaseerd, maar Honda, weten we ook, gaat naar Aston Martin in 2026. Dus daar zullen ook geen cadeautjes meer worden gedaan, vermoed ik. Hij nee. zit natuurlijk nu bij, bij uh, v carp nog wel erin, omdat hij dus gewoon levert. Maar moet je hem dan in het hoofdteam gaan zetten, of ga je dan iemand een kans natuurlijk... geven aan bouwen op ja. de toekomst voor jezelf? Hij heeft wel het contract verlengd natuurlijk voor volgend jaar. Ja, maar mm -hmm. hij, 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 hij is wel gewoon inwezen natuurlijk een Honda-coureur. Wel, maar ja. Het, het, ja, het, het, ja. hij zou het wel echt verdienen op, zijn, op, op basis van zijn resultaten. Dat hem 100% 100%. 100% ja. 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 En ja. Lawson, ja, hij heeft het natuurlijk vorig jaar best goed gedaan. Hè. Uh, in Zandvoort dat hij opeens erin moest uh, stappen. Moest in de Borough. Hij was iets langzamer dan noden, maar het scheelde helemaal niet veel. Nee. Razend knap. Ja. Ja. Nou ja, in principe had hij natuurlijk gewoon in het, uh, in het uh, Racing Bulls tweede stoeltje moeten zitten ja. nu en niet Ricciardo. Ja. En Ricciardo is natuurlijk een beetje erin gezet om te kijken of je mogelijk nog tweede cureur bij dat boel kon worden. Dat is gewoon heel zonde geweest. Ja, maar toch zou ik het nu niet doen met Lassen. Om de simpele reden dat ik zoveel coureurs die al meer ervaring hadden dan Lassen. Een uh, um, uh, nou Albon had nog niet zo heel veel ervaring, maar die heb ik gewoon zien verzuipen naast Verstappen. Ja. En je bent toch wel. De, 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 de kans is toch ook wel groot dat je dan gewoon een carrière door om zeep helpt. Of in ieder geval dat je hem weer een paar jaar terugzet als het blijkt dat hij na stappen helemaal niks van bakt. Dus dan zou ik nu, als je Perez wil vervangen, toch gewoon uh, Ricciardo er maar naast zetten. Uh, en, maar dan kun je afvragen of, het, of je überhaupt iets gaat verbeteren. Ik denk het niet. Nee, ik heb wel even naar de, de cijfers gekeken. Want uh, uh, Perez, het is niet zozeer dat hij slechter kan. Kwalificeert dan vorig jaar namelijk, dat valt eigenlijk best wel mee. Dat zijn, uh, zijn gemiddelde gridpositie in de eerste twaalf races was 8,6 en vorig jaar was dat in de eerste twaalf races 8,3. Dus ja, dat valt eigenlijk best wel mee. En zijn hele seizoensgemiddelde vorig jaar was 8,5. Dus slechte kwalificaties heeft hij eigenlijk altijd al gehad. Althans, zeker vorig seizoen ook in een auto die relatief natuurlijk beter was. Alleen zijn gemiddelde finishpositie vorig jaar in de eerste twaalf races was 5,8 en over het hele jaar. Uh, sorry, nu in, sorry, ik moet even goed zeggen. Zijn gemiddelde verdieningspositie nu in de eerste twaalf races is 5,8. En vorig jaar was dat 3,8. Dus mm -hmm. hij is vooral in de races achteruit gegaan. Um, ja, maar dat komt omdat de denk... vorig jaar de auto van Red Bull was zo goed. Ja, precies. Dat je ja. altijd naar voren kon komen. Ondanks altijd kwalificeerde je laatste. Dan finish je alsnog makkelijk in de punten. Ja, nee, dat is het hele punt. Hij zit altijd een paar... Tiende, dat standaard verhaal wat ik hier altijd over afsteek, Maar een paar tiende achter stappen En daar zitten er nu gewoon een paar tussen. Sterker nog, er zitten er misschien zelfs een paar voor. Of stappen zelfs nog. Dus ja. Ja. En dan komt hij daar natuurlijk altijd achteraan in het treintje. Dus uh, op in zou jij nu uh, Perez vervangen? Um, ik zou hem lekker laten zitten. Een beetje ook omdat, uh, over de discussie die we net hadden. Wie moet je dan erin gaan zetten? En wordt het dan beter? Je weet nu wat je hebt. Uh, ja, hij scoort ondermaats. Ik bedoel, denk dat hij de eerste zal zijn die het daar ook mee eens is. Um, en het is gewoon te hopen dat hij wat meer vertrouwen krijgt in de auto... Uh, je ziet dan heel veel dingen, dat spreekt je zelf ook volgens mij wel eens uit, dat hij gewoon niet echt vertrouwen heeft als hij in de auto zit. En zeker op dit moment waar de verschillen zo klein zijn en je echt zeker over zo'n qualifying lab, ja, die ene tiende echt nodig hebt. Uh, als je die niet eruit weet te halen, dan ja, is, het, uh, is het gewoon lastig. Uh, en dan zie je dus dat is dit, is dit het resultaat. Maar het kan, dat kan relatief snel draaien natuurlijk wel. Als je net in één keer wel die één of twee tienden weet te vinden, dan start zo'n weekend heel anders. En zo'n race, uh, bedoel ik, zo'n race heel anders. Ja, het is ook gewoon dat het, het stapelt zich op. Want in Silverstone in was hij eigenlijk helemaal niet zo heel slecht bezig. Maar dan komen die fouten weer. En ja, die fouten is eigenlijk wel een, een duidelijke indicatie dat er een gebrek is aan vertrouwen. En dan is ja, je weekend ook meteen klaar. Hè? Als ja. je de kwalificatie ja. eruit, uh, eruit vliegt. Alleen het is natuurlijk wel zo. Hij heeft al te veel van dit soort momenten gehad uh, dit seizoen. Hè? Ik, uh, laatste uh, zes races maar twee keer Q3 uit mijn hoofd. Ja, ja dat is gewoon echt te weinig. in Dus uh, in jij de zou rijden. hem wel vervangen? Ja, alleen het, het hele punt is ja voor wat we het net ook al hadden, ja, voor wie? Voor wie? Hè? Dat is zijn geluk. Ja. En Eigenlijk is dat ook wel gek dat Red Bull gewoon geen toptalent achter de hand heeft. Nou ja, die hebben ze natuurlijk wel in die Lindblad, in de Formule 3, maar die, die moet nog een beetje te vroeg. Eigenlijk ja. wel, de, de Red Bull zou niet, maar die kan je nu al helemaal niet naar Verstappen nee. gaan zetten. Dus uh, dat is. Uh, en, ook, en ook wat erachter speelt natuurlijk. Uh, Red Bull moet toch op, op zoek ook, hè? Want wat, ja, wat, 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 wat gaat Verstappen doen, dat weten we ook nog steeds. Dat hangt ook nog steeds boven de, boven de markt. Die ja. zal volgend jaar wel blijven, maar ja, het jaar erop, hè, wat, uh, we weten het niet. Het is, uh, ja, het, 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 het is heel lastig voor Red Bull. Er is één naam die uitermate geschikt was geweest om deze rol te vervullen. Alleen die uh, gaat naar Audi. Ik denk dat Nieuwkeukenberg nu. die had je er nu zo in kunnen zetten. Ja? Ik vind, echt, ben, vind dat hij gewoon imponerend presteert in ja. uh, 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 de Haas. Zeker. Kijk, Sainz lijkt geen optie dat is dan waarschijnlijk wel omdat er in 2015 toen ze samen bij Ros hadden verstappen en zijn dat er wel wat gemor was hier en daar en dat ja science is natuurlijk toch een beetje een die gaat niet schikt zich niet zomaar in de rol van tweede rijder en dat is zo iemand zoek je denk ik eigenlijk wel um, dus ja het is een zinloze optie om te opwerpen, het op te werpen want dat gaat niet doen maar Hulkenberg zo'n type zou het eigenlijk wel moeten zijn Um, en als je dan daarna gaat kijken, dan kom je toch uit bij Ricciardo. Maar ja, als ik Ricciardo erin zet, dan denk ik... ja, dat kan je niet zo goed per se ja, laten. Het is geen verbetering. Een nee. beetje armoe ook eigenlijk, toch? Dat ja, je ja, dan weer zeker. met Ricciardo op de proppen komt... die om, om, om zijn oren gereden wordt zo nodig. Ja, daarom. Um, nou, om zijn oren. Het is, hij is af en toe goed. Maar het is geen steady uh, scorer, zoals Milkenberg uh, nu eigenlijk wel is. Met een, met een hele goede haas. Uh, dan gaan we nu eventjes uh, meteen door naar de verhoudingen. Want uh, we hebben dit weekend sowieso een update bij Red Bull. Volgens mij komen er ook bij andere teams uh, wat updates aan. Uh, de verhoudingen nu. in. Uh, denk jij dat Red Bull nog de snelste auto is? Of hoe, uh, hoe kijk je daarnaar? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het nee. heel erg afhankelijk is van de omstandigheden. Afhankelijk van het circuit ook. Ja. Welke auto de snelste is. Maar de tijd dat Red Bull. Ongeacht de omstandigheden, ongeacht dat het circuit het snelste was, het, die is voorbij. En ik denk dat Silverstone daar een heel mooi voorbeeld van was. Dat we eigenlijk zagen dat zelfs in de race, op verschillende momenten tijdens de race, verschillende auto's uh, en ook coureurs uh, sneller, het snelst waren op dat moment. En dat geeft gewoon echt aan hoe dicht de miljoenen bij elkaar zitten op dit moment. En... Wat dat betreft wordt uh, Hongarije wel heel interessant. Want dat is weer een totaal ander circuit natuurlijk dan Silverstone. En eigenlijk de, af, de voorafgaande circuits. Je zou zeggen dat het misschien zelfs meer op Monaco lijkt haast. Hè? <laughs> dan, uh, dan alles wat we hiervoor hebben gehad. Um, het draait alleen maar echt om downforce. Uh, Drag is hier toch wel een soort van ondergeschikt. Het, het, je moet gewoon zoveel mogelijk downforce hebben. Yeah. Uh, dus ja, het wordt wel heel interessant om te zien uh, wie hier sterk gaan zijn. En zou bijvoorbeeld Ferrari in één keer wel weer kunnen meedoen hier bijvoorbeeld, He, want ja, dat weet weet dus natuurlijk allemaal hoe ze, zit in, hoe ze de Monaco deden. Zitten wel in de problemen natuurlijk Ferrari. En uh, we, als we daar die gelijk even kunnen behandelen, want ze hebben natuurlijk die, uh, die stuiterproblemen gehad sinds de updates in ja. Imola en in Spanje vloer, is dat een beetje. Tot. Ja, is dat een beetje begonnen. Um, dat is natuurlijk wel een ja, hoge snelheidsfenomeen. Um, mm -hmm. En in Monaco waren ze nog goed, maar ja, oké, okay, daar rijden natuurlijk hoger, dus dan heb je minder last van uh, die uh, dat stuiteroptreden. Dat is dat. Dat stuiteren komt natuurlijk vooral door dat je opeens downforce verliest en dat het dan weer terugkomt en downforce verliest. En dat je daardoor de auto op en neer gaat, dus porpoising, stuiteren, uh, daar heeft het mee te maken. Um, ja dat, 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 Als je natuurlijk hoger gaat rijden, dan heb je daar geen last van. Alleen ga je dat doen in Hongarije. Is dat een baan waar je in principe hoger gaat rijden? Want je zegt net zelf, je wil ook zoveel mogelijk downforce. Dan moet je eigenlijk weer zo laag ja. mogelijk rijden. Ja, maar het is wel hobbelig op bepaalde plekken in uh, Hongarije. En uh, wat ook een voordeel is, is dat we het vermoeden hebben natuurlijk dat de Ferrari relatief zacht is. Ja. Uh, qua vering uh, en, en rol. En dat, dat is iets wat in Hongarije ook zeker van vo voordeel gaat zijn. Dus ja. wat dat betreft, uh, ja, als, als ze dat porpoising uh, onder controle kunnen krijgen. Uh, dat is natuurlijk altijd een beetje, dat zeg ik al een paar jaar lang, uh, gewoon de. de grote puzzel grote ja. punt <laughs> Ja. Uh, maar uh, zou ik ze zeker niet uitvlakken voor dit weekend. Nee, ik denk dat vacht ze ook wel sterker dan in ieder geval dan Singapore. Of uh, Singapore-Silverstone. Ja, Silverstone uh, ja. Ja, was voor hun gewoon echt het worst case scenario eigenlijk met, uh, met het stuiten En dat ze helemaal terug moesten naar een uh, update van... Of missen naar de, de auto van uh, Barcelona. En dan denk je dat is maar een paar races geleden. Maar in de huidige update Red Race is dat toch gewoon... Uh, ja, dat is wel slecht nieuws voor een team. Als je terug moet in updates, dan ben je toch iets niet goed aan doen. Maar... Sorry. <laughs> ik, ben, ik ben niet de groef van de presentator. Uh, Moeke, uh, uh, want Leclerc heeft ook wel even iets nodig. Hè? Die is wel echt in zijn. Uh, ja, sinds Monaco is het eigenlijk gewoon een totaal uh, verzopen. Uh, ik denk zo... dat, dat Leclerc met heel veel jaloezie naar uh, Noors kijkt. In welke positie hij zich uh, bevindt. Als je toch die stap naar verstappen wil zetten. Hè, dat je echt de strijd met hem kan aangaan. Noors die dan misschien zelf een beetje laat liggen. Maar ik denk dat hij uh, heel erg jaloers kijkt naar het materiaal wat hij uh, tot zijn beschikking heeft. En ook dat het McLaren dus wel lukt hè? om dat ja. gat naar Red Bull uh, te dichten. Dat is toch wel uh, razend knap. Maar daarom wordt het ook, vind ik, ook voor Red Bull een heel interessant weekend op voorhand. Hè? Hoe die updates dan gaan uitpakken. Ja. Hoopin uh, ja, heeft het ook wel eens verteld dat het ook wel even een, een, een of twee races kan duren hè? voordat die updates optimaal, uh, optimaal werken. Een nieuwe vloer was er al in Silverstone. Ja, dus, dus dat, ben... okay, dat zouden ze dat nu ook al profijt maar ja. al moeten zien. Ja. Uh, maar ja, dit is ook natuurlijk de wens van Verstappen. Hè? Snel met updates komen, verbetering. Ja. En op papier zouden Hungaro Ring natuurlijk ook wel de Red Bull aardig moeten liggen, denk ik. Als je het hebt over peak downforce, dan denk ik dat ja, want je zag natuurlijk in in, uh, in Oostenrijk en oké okay, daar dat wijten we denk ik ook wel voor een deel aan hun effectieve DRS. Maar als die auto uh, echt dat de balans goed is en als ze hem zeg maar in de sweet spot krijgen, is het gewoon nog steeds een, een hele goede auto. Want in principe denk ik over het hele weekend waren ze in Oostenrijk gewoon de snelste. Uh, en daar zijn aanwijzbare redenen voor DRS vooral denk ik nog steeds, maar um, Misschien kun je zeggen dat de McLaren meer een allrounder is, hoop in. Een auto die onder meer omstandigheden tot z'n recht komt. Mm, ja, maar die auto is wel een auto die echt goed is in snelle bochten ook. Dus als het op Downforce aankomt, zijn ze daar ook gewoon echt wel goed. Um, ja. Ik weet niet of het misschien iets te warm gaat zijn voor hen dit weekend. Dat is iets waar, hoe... waar ik idee heb dat ze altijd wel iets probleem mee hebben als het echt bloedheet wordt. Ja, hoe, um, was in Oostenrijk ook zo warm? Was het iets goeder? Nee, dat was het geen. Nee, was het, was iets was het ja. de 5, 4, 25 graden. Wat was het dan de laatste? Miami was het heel heet, zeker. Miami, ja, dat, ik ja. wil net zeggen. Tegelijkertijd ja. zeggen we natuurlijk wel dat in Miami waren ze ook competitief en daar was het natuurlijk ook bloedheet. Dus ja. je, je kunt er, ik wil niet zeggen, je kunt er geen pijl op trekken, maar het, het blijft zo dat uh, het is wat onvoorspelbaarder geworden. Omdat het ja. dus zo dicht bij elkaar zit. En dat, ja, nogmaals, dat maakt het best wel gaaf. Ja, en dan Vindelijk. moeten we natuurlijk nog het, het team noemen wat de afgelopen twee races gewonnen heeft. Eén uh, ja. op snelheid, één niet op snelheid. Maar uh, Oostenrijk waren ze natuurlijk niet de snelste, maar ja, wel gewonnen. Daar kan je uh, en, van alles van zeggen. En ik denk dat die toch ook echt wel. Uh, dat wordt echt een team in de tweede seizoen zelf, want we zijn nu precies op de helft. Uh, Mercedes. Mercedes gaat echt nog een uh, hoop races winnen, denk ik dit seizoen. Maar ja, Hamilton stond hier vorig jaar op Pol. Hè? Ja, daarom. Dat had het al haast vergeten. Dus, ja, uh, maar dat was wel een opgeofferde pol. Want uh, in de zin van. Uh, ze hebben toen echt wel Racespace opgeofferd om gewoon die Pol te kunnen pakken. Ja, okay, ja. Ja. Duurde ook één uh, rechtstuk, ja, een paar honderd meter. Ja precies, toen was, voor... die, was het al klaar. Ja. Ja. Maar in positie, ze zitten nu in een hele andere positie, Mercedes. En ik, uh, ja, je ziet gewoon duidelijk dat, dat ze tweeënhalf jaar zo'n beetje uh, die Rubik's Cube uh, maar niet kunnen oplossen. Hoe deze auto nou me aan de praat kreeg, me gekregen moest worden. En nu uh, opeens... Ja, lijkt het gewoon goed te vallen. Uh, Oké, okay, in, in Oostenrijk zaten ze er dan nog net iets achter, maar in Silverstone waren ze gewoon het hele weekend snel. Ja. Eerst start met de kwalificatie, en dus ja, die rekenen we er gewoon weer bij, toch? Zeker, ja. Nee, het wordt, ik denk dat het er gewoon weer een drie strijd gaat worden met McLaren, Mercedes en uh, Red Bull. En heel misschien Ferrari. Heel misschien Ferrari, ja. In, uh, uh, ja, het, het, het denk wat in zegt klopt wel. Of Ferrari, ik ben wel benieuwd of ze niet iets te ver achter liggen inmiddels. Maar we gaan het zien. Ja, nee, um, zeker, het is, Ook daar is het, is het natuurlijk gepraat om vertrouwen. Ja. Ik bedoel, we hebben het uh, net over Perez gehad, van uh, ja, uh, moet, moet Perez niet uit, moet Perez niet vervangen worden. Maar dat roepen we natuurlijk niet over Leclerc bijvoorbeeld. Terwijl hij nee. natuurlijk ook eigenlijk ondermaats presteert. Als je gewoon, kijkt. maar dat geeft wel aan dat natuurlijk altijd veel meer speelt dan je daadwerkelijk weet. En het is gewoon moeilijk. En zeker nogmaals, uh, als je gewoon een tweetiende mist, dan lig je er gewoon naast. Letterlijk, ja. qua prestatie. Nou, ik denk dat, het ook, uh, dat je daar ook naar kan kijken als je, als je, als je wil de Hamiltons overwinning in Silverstone wil duiden. Dat, we hebben hem natuurlijk de afgelopen twee jaar gehoord over dat hij er gewoon geen vertrouwen had in de achterkant van de auto. En, dat hij, uh, en, en nu was het een race gewonnen door iemand die duidelijk gewoon vertrouwt op de auto. En er kwamen nog allerlei andere dingen bij kijken, goede keuzes. Uh, maar uh, ja, dit was echt gewoon weer oude Hamilton die gewoon de hele race snel was. En de hele race gewoon kon doen. Ja, die omstandigheden ook. Als je die, ja. die gemixte omstandigheden hebt, is vertrouwen het. Ja, het belangrijkste wat er is, uiteindelijk. Ja, en als je het hebt over vertrouwen, dan de Norris is natuurlijk heel zelfkritisch. Even in jouw coureursbrein, vind jij, dat, vind jij het goed dat hij zo openlijk kritisch over zichzelf is? Want ik ken een andere coureur, de, de WK-leider, Stappen, die is dat eigenlijk nooit. Die, die wijst eigenlijk nooit openlijk naar zichzelf. Vind, mm, vind je dat goed nee, dat hij zo jou, is? Hij spreekt het misschien niet zo uit, maar ik weet zeker dat hij het wel is. Nee, oké, okay, maar valt dat uitspreekgedeelte. Dat, dat, dat Norris zo duidelijk laat merken dat hij twijfelt aan zichzelf... en dat hij zichzelf van alles kwalijk neemt. Vind je dat een goede eigenschap? Um, ja, ik, ja ik, zie, ik, zie, ik, zie, ik denk niet per se dat het negatief is. Uh, want ik denk dat het op zijn eigen racevoorbereiding... of kwalificatievoorbereiding, dat, het natuurlijk, dat hij dan anders ermee bezig is. Maar ik denk dat het zeker niet... Waarom, waarom zou je dat niet kunnen uitspreken over ja. jezelf? Nou, ja, omdat het ja? de, de, de categorie coureurs die dat eigenlijk nooit... Ook Leiden-Hemmelt, Hamilton, die was natuurlijk wel heel openlijk. Uh, uh, dat, dat hij twijfelde aan zichzelf, natuurlijk, naar Silverstone. Maar nou, Sch Schumacher en Verstappen, die, die hoor je dat echt. Dat soort dingen nooit zeggen. Van ja, ik twijfel aan mezelf of ik dan in het laatste, de, in de kwalificatie, of ik dan wel het ultieme rondje kan rijden en zo. Dat soort dingen. Ik vind dat, uh, ik vind dat wel een ongebruikelijk eigenlijk voor de topcategorie. Dus dat zou ah, dat hopelijk zeggen. Je ziet dan bij Noors de laatste race en hij valt het een beetje in herhaling. Hij zegt, ja, nou, ik, heb, uh, ik, had, ik had ook vandaag, weer, naar Silverstone, ik had ook vandaag weer kunnen winnen. Hè? Ja, maar dat roep ik al weken. Ja. En het uh, ligt, uh, mm -hmm. ligt uh, vooral aan mezelf. De ja. Claire had er ook een handje van toen, op een gegeven ja, moment. Ja, die doet ja, het klopt. wel een stuk minder. Ja. 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 Dat, uh, ja, het, is, het is een beetje zelfkritisch is goed natuurlijk, maar je moet er niet in doorslaan. Nee, ja, ja precies. Ja, we hebben het in de sport ook altijd over visualiseren. En uh, we, we, we grappen wel eens bijvoorbeeld ook als je in de auto zit en je kijkt naar de vangrail. Als je aan het rijden bent, dan ga je hem ook raken. Hm. Als je natuurlijk uh, alleen maar negatief praat, uh, dan ja. ga je jezelf ook op een gegeven moment geloven, wellicht. Of ja. er meer in geloven. In beide kanten op. Of je, of je heel positief bent of heel negatief bent. Um, dus ja, wat dat betreft, zou je kunnen zeggen dat het uh, inderdaad misschien niet heel goed is. Maar ik persoonlijk vind wel dat het, uh, dat het iets, niet per definitie iets negatiefs is als je gewoon. Je eigen fouten durft uit te spreken. Uh, ja. Maar je kunt het natuurlijk ook wel in doorslaan. Dat, dat ben ik wel met je eens. Maar ja. nogmaals, ik weet zeker dat Verstappen dat ook zeker doet. Alleen niet zo publiekelijk. Hij nee. zal het meer binnenskamers uh, doen. En zelf ook. Uh, bedoel, uiteindelijk zijn het allemaal gewoon mensen. En uh, die meen. maken gewoon fouten ook. En uh, Verstappen ook, ondanks dat hij dus. Uh, weet ik veel. 84 punten volgens mij voorstaat. In het kampioenschap op dit moment. Uh, heeft ook gewoon momenten weer daarin. dit seizoen gehad dat hij denkt van. ja, dat had ik beter moeten doen of anders moeten doen. Ja, zeker. En dat horen we hem alleen niet uitspreken. Dat is het enige ja, ja. verschil. Ik denk dat het ook gewoon van per, per persoon verschilt. Want ja. uh, je ziet dat heel mooi bij voetballers. En uh, Cristiano Ronaldo die heeft echt heel veel arrogantie en uitstraling nodig, denk ik, om te presteren. En andere, andere voetballers hebben dat gewoon minder. Die zijn die zijn. ja, die zijn, ja Ronaldo huilt ook als hij een penalty mist, hè? letterlijk. Dus, uh... Ja, dat is ook zo. <laughs> ja. Maar uh, Norris kan wel, uh, het, het, het wordt wel tijd dat ons uh, McLaren heeft natuurlijk echt wel veel weekenden achter elkaar gehad. Waarin ze inderdaad hadden kunnen winnen. Ja. Uh, Oostenrijk, uh, Silverstone, uh, Canada natuurlijk. Ja, Oostenrijk wat minder, maar. Uh... Nou ja, met Noorse onder leiding. Oh, zo. Ja, uh. nee, sorry. Uh, ja, en uh, ja, het, 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 ook als ze dit weekend wel weer gewoon de snelste of in ieder geval een gelijkwaardige auto hebben dan, dan Red Bull, dan mag het ook wel weer een keertje gebeuren. Nee, en... zeker. Dat, dat is ook... De druk staat erbij. Ik denk dat McLaren op dit moment de, de, de hoogste druk heeft om, om nu een keer weer te, te winnen. Want ja. de snelheid is er elke week. Ja, weer. zeker. Ja. Ja. Um, even kijken, we gaan even terug naar het, uh, het draaiboek. Die, die, die Ik heb op. nog een leuk feitje van de week. Ja, je hebt een feitje van de week? Laten we die er eens even ja. bij pakken. Ja, het feitje van de week, ja, we zouden het al haast vergeten, maar het is dit weekend 30 jaar geleden dat er Nederlandse autosporthistorie geschreven werd op Doengaroring. Ja, de uitvalbeurs wow. van Martin Brundel. <laughs> ja, in de, de laatste ronde. Ja. De, ja. Ja. ja, en daardoor kwam Jos Verstappen op het podium. Michael Schumacher, die hem nog even een ronde voorbij liet. Heel goed. Het, ja. Ja, ja. Het was, uh, dus ja, Jos Verstappen, die uh, hier het, uh, zijn eerste podium pakte, de eerste podiumplaats van uh, uh, een Nederlandse Formule 1-coureur. En dat was lange tijd natuurlijk het, uh, ja, het, het, het grootste Nederlandse autosportmoment uh, in de geschiedenis. Dus uh, ja, je kan het juist niet meer voorstellen: één podiumplek. Nee, maar dat, was... dat was echt dat was zo bijzonder. En toen was er best wel ja. snel was er weer een in, in België. Maar daar stond hij niet eens letterlijk op het podium. Nee. En daarna hebben we wel heel lang uh, moeten wachten. Tot, ja, uh, 2016. Ja. Ja. Jij keek toen wel al Formule 1 natuurlijk op in. Ja, ja, en ik ben Formule 1 gaan kijken door Jos Verstappen. Ja. 1994 ja. ben ik begonnen met kijken. Ja, denk dat ik, je niet enige. Nee, dat moet je <laughs> niet zo zeggen. Ik keek eigenlijk altijd al wel af en toe Formule 1. Omdat ik gewoon van oudsport ga vond. Ja. Uh, maar echt als een fanboy de sport gaan volgen, ben ik uh, ja, destijds door Jos. Ja, nee, ik, dat geldt eigenlijk ook een beetje voor mij. Zeker. 1994 is het eerste seizoen wat ik intens beleefd heb. En toen reed Jos niet eens alle races. Er waren ook best wel veel races dat hij, niet, uh, dat hij niet in de auto zat. Dat JJ Leto en Johnny Herbert heeft nog een paar. Uh, maar dat was wel een, een memorabel seizoen op verschillende positieve en natuurlijk negatieve manieren. Ja. Uh, ook voor Jos zelf, want die had natuurlijk die pitbrand in, uh, in Hokkenheim. Um, Zal toen bij zijn debuut? Ja, ja dat zat bij zijn debuut in Brazilië. Een klapper die... was dat, hè? Ja. Um, nou, dan gaan we even door naar de rijdersmarkt. Uh, het, het is nog niet bevestigd, maar uh, Ocon zou dan naar Haas gaan. Uh, even snel, op in. Uh, vind je dat een verstandige beslissing? <laughs> oh, dat zal een leuke grap zijn. Ocon als vervanger van Perez naast Verstappen. <laughs> <laughs> ja, ja. ja nou, Denk je dat je met Gasly en uh, Ocon naast elkaar uh, het vuurwerk had gehad? Dan, uh, ja, ik zie een ze ook gewoon weleens met goal, elkaar praten door en, uh, en, uh, en uh, Ik vind dat altijd wel grappig. Natuurlijk, er zijn coureurs die niet zo goed met elkaar door een deur kunnen. Maar uiteindelijk, uh, de, de, wat de buitenwereld er soms van maakt... en wat ze daadwerkelijk op het circuit uh, doen, dan denk ik... Uh, maar kon en Verstappen zou geen goede combi zijn. Uh, maar ook en Haas, ja. Haas is natuurlijk wel een team... Uh, wat, wat op zich wat een lekker, lekker staat momenteel. Ja, nou, ik, ik denk dat het voor Haas sowieso belangrijk is... dat ze iemand hebben uh, naast Bermen die ervaring heeft... Ja. Uh, ze hebben het natuurlijk in het verleden dat wel geprobeerd ook. Hem. Destijds met uh, Schumacher en Maatsepin. Dat pakte niet goed uit voor hen destijds. Dat door oké, twee dus onervaren coureurs te hebben. Ja. <laughs> um, maar ja, nee. Dus ik denk zeker dat, 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 dat ze iemand met ervaring moeten hebben. Ja, wie is dan de meest geschikte daarvoor? Daar, ja, daar kun je over discussiëren. Uh, er zijn, denk ik, meer coureurs in de markt. Uh, maar Ocon is iemand die de snelheid heeft, die ervaring heeft met winnen. Uh, vergeet niet hij heeft natuurlijk hier Budapest gewonnen Zeker, met uh, ja, met Renault. 21. Ja. Alpine. Ja. Ja. Nou. ja maar jij ziet hem wel als een, een, een betere optie dan Magnussen. Mm. Magnussen kent het team. Ja. Maar niet moeilijk. Vind ik moeilijk te zeggen. Te ik denk ja. wel persoonlijk dat Magnussen meer een teamplayer is. En dat is iets wat je nodig hebt voor een jonge coureur natuurlijk ook. Uh, ja. Want je moet ook iemand hebben die. Ja. Die, die wil helpen ook. Je kan wel iemand die ervaring heeft... maar als je iemand hebt die ervaring heeft... maar niet wil helpen... dan schiet je natuurlijk nog steeds geen houten mee op. En uh, ik, ik moet heel eerlijk zeggen... dat ik niet zo zeker weet of dat... of machtzin wat dat betreft misschien geschikter zou zijn. Nee. Nou ja, maar nu zit nu wel een beetje einde verhaal. Dan kan hij alsnog uh, ja, ja, naar het wek ja. Naar het weg toe. En uh, dat is een hartstikke mooie kampioenschap. Daar heb je ook wat meer tijd over... want die race niet zo heel vaak in een seizoen. Um, dan zijn er nog een paar stotjes over. Williams... Ja, nou, Sainz is nou opeens toch wel weer een beetje... Uh, Het duurt wel lang. Ja, dus Bottas ja. is nu de grootste gegadigde daarvoor. Mm -hmm. um, maar waar, waarom zou Sainz zo lang wachten? Dat is natuurlijk een interessante uh, vraag. Nou, ik denk dat Sainz ten eerste wacht toch nog altijd wat er bij Red Bull gaat gebeuren. En misschien ook bij Mercedes. Want die wil natuurlijk ja, zo ver mogelijk naar de grid bovenaan gaan. En hij heeft natuurlijk opties. Dus ja, Alpine wil hem graag. Ik denk dat Williams op dit moment wel lang genoeg heeft gewacht. Um, dat hij Red Bull wel uit zijn hoofd kan zetten. En eigenlijk Mercedes ook. Dus hij, hij, die zal waarschijnlijk wel voor Alpine gaan dan uiteindelijk. Um, en uh, Bottas dus bij Williams is de grootste gegadigde. Uh, nou, Sauber, Audi lukt het blijkbaar niet om grote namen aan te trekken. Want uh, Sainz wil daar blijkbaar ook niet naartoe. Maar al sluit ik het ook niet helemaal uit. Uh, Alpine heeft Gasly verlengd en dan volgend jaar dus misschien ze ernaast. Doen wordt nog genoemd. En mm -hmm. um, Racing Bull, uh, v uh, Cash App uh, gebeuren. Die hebben Tsunoda en dan is het natuurlijk de vraag wie daarnaast komt. Maar ik weet helemaal af van. wat er met Perez gaat gebeuren. Ja, dat is de, de grote Perez-vraagstuk. Ja. Um, ik denk niet dat ze nog een seizoen Ricciardo ernaast zetten. Dat zal het lastig awesome worden. Maar... Moet, dat kan het dat kan, dat kan niet anders, toch? Als, uh, ja. als het zo doorgaat. En ja, ik weet niet of we het net goed ge, nog genoeg goed benoemd hebben. Maar ik denk wel dat het voor Perez de komende twee races natuurlijk erop of eronder is. Ja, dat lijkt het wel op je. Ja. Als, uh, ja, als, als die niet. Uh, presteert hè? en dan denk ik echt aan podiumplekken die hij gewoon moet pakken. Dan denk ik wel dat het klaar is. Ja, ik denk het, uh, ik denk het ook. Um, en dan heb ik we weet niet. nog. Denk je erin? Nou ja, dit is, ja, is een beetje het natte vingerwerk, want uh, je, je hoort wel dat er dan gekeken wordt, maar dat, we komen bij Perez eigenlijk nou, en... elke elk keer weer op hetzelfde. Het komt er terug. Ja. Perez doet het niet goed, maar wie doet het dan beter? Ja, ja, ja precies. En, dat is... en daarnaast, dat, dat je weet zo. nogmaals, je weet wat je hebt. Het, uh, ja. Verstappen gaat daar altijd, hoe dan ook, de cola uit het vuur slepen voor je. Dus die, die ja. moet gewoon, die gaat presteren. Die moet presteren. Je moet iemand eigenlijk wel hebben die dat kan als een backup erbij, om hem te kunnen steunen. En dat, dat is natuurlijk hetgeen wat mis op dit moment. En ja, ja nogmaals, ze het, het, uh, het rijden en het constructeurskampioenschap winnen. Als zolang ze dat doen, dan. Ja, Kijk, maar McLaren komt eraan, hè? dat constructeurskampioenschap. Die zijn echt uh, flink ingelopen al. Uh... Want we noemen hem echt veel te weinig, maar Oscar Priastri is natuurlijk een veel betere. Uh, en ik zou hem niet eens een tweede kleur willen noemen, maar een veel betere mm. tweede keur in dit geval naast, uh, naast Norris dan dat. Uh, uh, Peres dat is en ja Peres kan natuurlijk nog nuttig zijn als het een strategisch spel wordt en dat is dit weekend ook in in weer belangrijk, belangrijk want strategie wordt hier belangrijk het is natuurlijk eigenlijk een soort monaco's aan de muren inhalers hey bingo ja ik heb het toch <laughs> gezegd hè moest, uh, moest even uh, uh, inhalen is niet onmogelijk, maar wel moeilijk. En ja, dan wordt het tactiek wel... En ja, als Perez dan niet eens bij iemand in zijn pitwindow rijdt... dan uh, weet je, dan wordt het al heel erg lastig. Ja, het, het, het punt is ook... We zijn zo een beetje gelaten ook al geweest de laatste week. Van, ja, hij zit er niet bij en hij wordt weer achtstof... en nu weer ja. buiten de punt op Silverstone. Ja, het, het is al normaal, maar het is natuurlijk niet echt normaal. Gewinning. Ja, ge, ja dat is het ergste. Ja. En dan nog een laatste naam. Uh, Hopin, daar wil ik ook jouw, uh, jouw kundige oordeel nog even over. Kimi Antonelli. Um, Mercedes lijkt toch de gok te gaan nemen. En, en we, ik heb hem afgelopen weekend in, uh, in Silverstone uh, een hele mooie sprintrace zien rijden in de regen. Echt indrukwekkende tijden. Mm -hmm. Maar dat ja. was wel voor het eerst dat hij echt wat duidelijk liet zien. Dus ik, ik vind de gok. Wat vind jij? Ja, het, kan, het kan voldoende zijn. Ik weet, nog niet, ik weet niet of je je kan herinneren hoe Fernando Alonso ooit in het Formule 1 is gekomen. Uh, oh, dat is al lang geleden. Yes. Ja, ja. Die reed toen ja, de Formule 3000 race, <laughs> ik zal helpen, Formule 3000 race op Spa-Francorchamps. En die toen het he in die ene race ook een beetje hetzelfde. Hij, die race reed hij het hele veld aan gort. En toen was er een uh, Flavio Priatori, die zei, jij gaat... Die moeten we hebben. Yeah. Ja, Formule 1 rijden. En ja. Uh, nou ja, uh, zo geschieden. Uh, maar dus, nou ja, één race kan het verschil maken. We stappen natuurlijk ook. Ik bedoel, uiteindelijk uh, een Noris ring met de ja. Formule 3 destijds. Dr. Mark die daar was, die toen ook echt twee races echt gewoon totaal domineerde. Um, en... Vind dus, je, ja, uh, je dat Antonelli ja. al genoeg heeft laten zien in de Formule 2. Mm, daar kun je denk ik altijd over discussiëren. Maar ik denk, die discussie had ik toevallig een paar dagen geleden met iemand. Tegelijk is het wel zo. Antonelli die heeft maar heel weinig seizoenen oudsportervaring. Maar tegelijk is het wel zo dat hij zoveel gereden heeft, zoveel verschillende kampioenschappen heeft gereden. ook. Nu ook weer met Formule 1 auto's test, met oude Mule 1 auto's. van Mercedes test op verschillende circuits. Um, qua ervaring en meters die hij gemaakt heeft in een raceauto. Uh, doet hij niet onder voor andere coureurs. die al nee. veel meer seizoenen. miljarden gereden hebben. Ja. Dus. Um, ja, uiteindelijk. Uh, is het een beetje natuurlijk, dezelfde discussie die we net hadden over Liam Lawson. Moet je hem naast de verstappen zetten? Want. Uh, uh, het risico om af te branden is, is dan best wel groot. Hetzelfde. Als je bij. Mercedes instappen als Antonelli zijnde. Als je daar niet presteert, is het natuurlijk een beetje hetzelfde. je weet dat je in een auto komt die gewoon, tenminste nu zeker uh, uh, overwinningen kan behalen. Ja, nou, Dat de, de druk komt er daardoor misschien alleen maar weer meer op, Precies. dat Mercedes nu ook een stuk beter wordt. Dus maar Dat, als, dat is misschien ja. wel weer handig als ze natuurlijk uh, bottas bij Williams zouden hebben, dan kunnen ze daar natuurlijk altijd nog grote wisseldruk doen. <laughs> ja, dat tijdelijk. Leuk zijn. Bottas weer terug naar Mercedes, dat zal leuk zijn. <laughs> Ja, dat ja, zou een ook, dat ook zijn. Een beetje kolder cool natuurlijk. Ja. Maar ja, ja. Als, als ik Mercedes was, dan had ik het denk ik wel ge geweten. Ik zou het toch wel een te grote gok vinden om al meteen in die auto te zetten. Maar gewoon een jaartje naast Albon rijpen bij Williams. Hè? Ja. Dat plekje ja, bij Zartje, daar moeten we, moeten we ook vanaf. Dat is toch de normale route ook. En, nee. en dan zou ik het nog steeds niet gek vinden als Sainz daar gewoon een eenjarig contract krijgt. Ja, of ja. Ocon. Ocon. Ja. Kan ook. Hij heeft banden met, de band met, uh... met Toto. Ja, ja zeker. Maar ja, het lijkt er toch op dat het Antonelli wordt. Dus dat, uh, het en dat vind ik ook, ook wel weer leuk. leuk, ook wel weer leuk ja. Ja. En je moet zeggen, Piasi had uh, een betere cv en ook natuurlijk Formule 2-kampioenschap. In, uh, in de pocket. Maar die is natuurlijk ook gewoon direct bij, bij McLaren ingestapt. Dus... En het is misschien. Ja, <coughs> ja, dat zeiden natuurlijk al dat het een overbruggingsjaar was volgend jaar. Hè, richting 2016. Ja, maar als die Mercedes opeens heel ja, goed worden, precies. dan is dat het niet meer. Nee, dat nee. is natuurlijk allemaal geen overbruggingsjaar nee. meer. Nee. Nee. Al die uh, teams die ruiken hun kans schoon, Sterker nog, Je het moet, misschien je wel moet altijd kans. scoren. Oh ja, om kampioen te worden ja. sinds de laatste jaren. En in 2026 in 20 moet je nog maar afwachten hoe dus erg je er dichtbij staat. Wel benieuwd hoe, die, hoe dat van invloed gaat zijn op de beslissing. Maar ja, het lijkt al genomen toch. Um, we moeten, ook, maar ook dat duurt weer lang. We moeten een beetje opschieten, want de podcasthok wordt zo meteen. Uh, nou, ze staan er nog niet, maar we, we moeten tegenwoordig podcasthokken reserveren. We hebben nog twee minuten. Eén oh. um, thema is de theatershow. Die is op 17 hmm. augustus in de Lamar in uh, Amsterdam. En we kunnen inmiddels ook uh, bevestigen dat Hopin toen ook aanwezig is. Uh, Gaan we niet verstoppen in de auto dit keer? Nee, nee. <laughs> nee. en uh, het is nog mooier, want we hebben ook een, een mooie overeenkomst met Pirelli, dus er zijn ook banden aanwezig. En dus we kunnen sowieso een bandencollege van Hoop in van krijgen. En uh, dat is al, al een, 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 ja, een ervaring op zich. Want nou, dit, 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 is de bandendokter? Ja. 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 Die wil ik zelf gewoon. Dus, uh... <kly> Jij wilt er zelf bij zijn. Je je zelf ik, ben, ik ben er ook bij. Je bent er ook bij. Ik zou graag in de zaal willen zitten. Dat, het, ja, ja. Nou, dat kan nog, want er zijn nog ja, kaartjes. Kaartjes dan? Uh, dat Oeh, weet, dat ik weet ik eigenlijk niet, maar nee. dat, ik ga er gewoon vanuit van wel. Maar we mogen we gaan ook, ik ga nog eventjes uh, ja. ongegeneerd reclame maken natuurlijk. Er worden ook prijzen weggegeven en dat zijn geweldige prijzen. Prijzen. Dus, uh, en ook met Formule 1 kennis, dus de echte kennis. Uh, ja, dan, uh, dan, kan je, dan kan je gewoon uh, mooi, mooi, mooi in de prijzen vallen daar. Dus het is een, een mooi theater op een uh, datum. Oké, okay, het ligt een beetje in de vakantie. Dat vinden we zelf ook een beetje lastig. Maar uh, als je er, als je er, top als je bent. er toch bent... In Amsterdam en het is een week voor Zandvoort. Dus een mooie oppomper richting de Grand Prix. Met mooie gasten, met hoop in Toen erbij. En met heel veel grappen en grollen. Nu.nl slash een Beetje diepte in. Niet alleen grappen en hè? Joost? Nee, maar sorry, ik heb een beetje een Die laat ik dan achterwegen. Nu.nl slash sportradio kan je kaarten kopen. Ja, nou doe dat vooral. En dan gaan we nu afsluiten met de voorspelling. We beginnen natuurlijk vanuit Hongkong, met het orakel van Hongkong. En die gaat nu ons vertellen wat de 1, 2 en 3 gaan worden. Nou, um... ja, het is zo een tijdje geleden natuurlijk. Lekker drukken ja. drukker even ja. Nou, weet uh, Het is al een, een tijdje geleden natuurlijk. Maar ja. laten we Verstappen weer op 1 zetten. Stappen weer erbij. Ja. Ja, ja. ja, Verstappen wint. Maar ik, ik, ik blijf wel een beetje, ik moet er nu wel uh, mijn uh, voorspelling kracht bijzetten. Uh, wat ik net vertelde, mijn hele verhaal. Dus dan ja. zet ik wel uh, uh, Leclerc, die in één keer weer goed presteert, maar niet 2 uh, wordt. Ik denk dat dat de Norris zal zijn. Ja. Uh, en dan even uh, de Claire op drie. Het is dus wel een Moe mix. Ik denk dat we weer een Norris Verstappen clash gaan krijgen. En dan moet het ah. toch een keertje zijn dat het voor Norris op zijn plek uh, valt. Oh, ja. 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 Dus uh, ik denk dat Norris gaat winnen. Verstappen wordt tweede. En Hamilton gewoon weer drie. Die neemt ze vorm mee uit Silverstone. Oké. Okay. Ik uh, zeg Piastri gaat winnen. Geweldig. Ja, ja uh... Norris wordt tweede. Het wordt een uh, McLaren gedomineerd weekend. Denk ik. En uh, verstappen wordt derde. Oké. Okay. Nou, dat is toch. dat zijn voorspellingen. Dit zijn geweldige ja, voorspellingen. Ja, en ik beloof je. Maar die voorspellingen zijn ook weer leuker, hè? Dat ja, we gewoon geeft de, de huur... staat aan van Formule 1. Ja, nee, het is gewoon leuk. Het is gewoon Raker. Ja. ja. Maar we zijn wel af van dat uh, verstappen op één. Ja, ja, ja. Nee, daar zijn we eigenlijk van af. Ik vind Verstappen was zelf minder leuk en waarschijnlijk zijn fans ook. Maar wij. Ja, dit hebben we toch en ik denk is toch ja, we zeggen dat vaker, maar dit is toch veel leuker dat het spannender is. Wordt ja. gek, wordt ja. gewoon weer een waanzinnig weekend in Hongarije, toch ook altijd weer een leuke Grand Prix. Ja, hoe laat nou, Zeker, vroeg al morgen. Want uh, wat is het? Uh, even na zeven uur. Oeh. Ja, ik Oeh. Oeh. maar ja, nog wel een uh, maar... lekker dagje in uh, Budapest aan. Dus, uh, ik ga het is wel af... natuurlijk. Ja, ik ik zat net uh, nog, nog na te denken over, je zegt, ik vlieg naar Budapest en zwembroek weer. Uh, ook een beetje dat ik net zei: van uh, dat dus uh, het moeilijk inhalen is daar. Maar met het veld zo dicht bij elkaar, en zeker met die hitte ook, um, we hebben het in het verleden ook wel eens gezien, kan het best wel gaaf worden qua strategie ook. Ja. Uh, de drie zachtste compounds, uiteraard, uh, voor de ja. race, deze race mee. En uh, nogmaals, overhitting is een probleem hier. Slijtage daar ook wel op een bepaalde manier. Dus um, ja, dat, geeft, dat zorgt er altijd wel voor dat er ook wordt ingehaald. en. Ik nogal nog wel die race met Verstappen en Hamilton destijds. Dat was ook echt uh, natuurlijk nagelbijten. Oh ja. Oh ja, ja, uh, Hamilton pitstop. extra pitstop ja. maakte en echt uh, fenomenaal snel was daarna. Dus ja, ja ik, uh, ik heb er wel zin in, zeker als het nu het veld zo dicht bij elkaar zit. Ja, dat is het. Ik heb nu. Uh, ik zal niet zeggen, en ik heb, we hebben allemaal uh, heel mooi werk dat we dit kunnen volgen voor ons werk, maar. Ik heb nu nog wel weer veel meer zin in een Grand Prix. Ja. Ja. Maar zelfs de vrijdagen zijn ook leuker. Ja, precies. Gewoon met vrije trainingen en zo, Gaat dat je niet meer man. weet wat Red Bull de snelste is, uh, ja. Ja. Ja, het is. Het is in alle facetten gewoon weer een uh, fantastisch Formule 1 seizoen. En we hebben een dubbel herder, want de week na we hebben we meteen Spa. En dat is weer een totaal ander circuit. Ook, ook Spa erachteraan. Al ja, oh, wat heerlijk. Ja, en, uh, heerlijk. Vergeet niet wat, ik zit in de studio dit ook weekend. Ook nog. Oh, je ook bent nog. in oh. En in Spa ook. Wanneer ga jij Twee vliegen weekenden? dan? Doe <laughs> Wanneer ga jij vliegen dan? Want je zit nu nog in een uh, op. Ik moet nog even boeken. Oh, nee. boeken. Donderdagavond vlieg ik. Oh ja, oké. Okay. Als, als er nog plek is. Maar voor jou is ja. ruimte natuurlijk. Uh, dus je hebt een vaste stoel toch? In dus, uh, nee, nee, maar, ik, ik, dus, maar ja, het is al een tijd geleden weer dat ik er was. Dus uh, ik heb er heel erg zin in. Twee weken achter elkaar ook. En uh, twee races op twee banen die ik ook echt goed ken. Dus dat ja, is altijd extra leuk. Met wie zit je? Dat weet ik niet. Dat is een verrassing. Oh ja. Gaan we, zelf, uh, gaan we zelf merken. Op vierplay play Open Toon. Dit weekend te zien. En dus volgend weekend in België ook. Patrick Moeke. Dit weekend te zien in, op de Hungaroring. Ja. Nou en uh, te zien. Nou je, Wat te je volgen, ga, ja. Je gaat toch op de grid wel even irritant in beeld lopen? Ja, zeker weten. Ja. Ik, uh, ik kijk altijd waar Wouter. Uh, staat de cameraman van Via play <laughs> gewoon uh, nee, net even heel irritant door het beeld heen lopen. Dat ja. is een beetje mijn hobby. Nou, als het zo, echt zo'n 35 graden is, dan ben ik sneller binnen hoor op de grid. Ja, ja. zeker. Hier, ja. En op de grid is het altijd gewoon nog 10, 10 graden ja. warmer dan. Uh, ja, zeker. Maar avond, dat we, blijft toch ook altijd weer gaaf. We hebben het allemaal weer eens Ja. Hard, ja. En we gaan er een eind aan breien. Um, dus uh, nou, hoop in uh, jou. Zien we misschien volgende week weer. horen we weer in de podcast. Blijf je in Nederland of niet? Ja. Oh ja. Nou, kunnen we misschien even kijken. Ja. Maar daar hebben we het nog wel over. En uh, Moeken, die uh, spreken we sowieso zondagavond weer. En dan is Barse dus nog steeds niet. Um, want die uh, moet even bijkomen, die jongen. Ja. Recht. Ja, zeker. Want hij gaat ook alweer naar de spelen. Gaat volgende week alweer naar de spelen. Want, toe. Ja, het, het. Oh. We, we zitten erna te denken over een kloningsprogramma van Bas. Maar we kregen <laughs> toch boodschappen van de VN dat, dat het toch beter is om dat niet te doen. Want één Bas-schaarwachter is genoeg. Maar we, uh, ja, hij, uh, hij wordt uh, het, is het Zwitserse zakmes van de redactie. Dat is eigenlijk. Nou, we hebben nu wel een we hebben gewoon een draaiboek en we zijn binnen het uur gebleven. <lacht> <lacht> Daarom. En uh, geen woord woordgrappen. Dat is ook weer zo. Nee, maar, ook geen linksom-rechtsom, hè? Nee. Nee, deze gaat rechtsom. Ja. Oké, okay, <laughs> mooi. Hoop in. Uh, nou, fijne vlucht dan alvast donderdag. Moet Dankjewel. jij uh, uh, morgenochtend. Dankjewel, Joost. Het wekkertje om vier uur. Oef. Ja. Wat doe je jezelf aan? Ach, wel een mooie dag in Boedapest nog. Ja, sowieso. Nou, hartstikke leuk. zeker ja. eh, weten. Aan de, welke rivier is er ook weer? De Donau, hè? Goed zo. Hè? Toch wel opgelet op schaal. Ja, tuurlijk. Ja. Nou, oké. Okay. Mensen, tot zondag. Adios. Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, tifosi!